Hij keek zo naar jou. Volle eetzaal. Zou dit alles zijn wat je krijgt? Ja. Wat heb je daar door, hè? En tot eventjes. Europees ontbijt. Wat is dit? Melk. Maar we hadden koffie besteld. Van het wat Spartaanse Nowadays Hotel gaan we nu naar de Happy Dragon. Een hotel wat dichter in het centrum is. En ze schijnen er een zwembad te hebben. Lucky Dragon. Ja, yeah, Lucky Dragon. Het is de Lucky Dragon. Oh, het is heet, man. Oeh, dit hebben wij nog niet meegemaakt. Het weer vandaag. Bus company Ongtu. Seat 123, 10:30 tomorrow. Okay, thank you. Hey Eetje, wat heb je daar? Is lekkers. Frietjes. Dus jij gaat helemaal naar Myanmar? En daar komt dat. Om daar frietjes te gaan eten. Met stokjes. Nou ja, dat maakt het dan weer echt typisch Myanmarees. Jullie koud. Het leek op ketchup, toch? Ja. Jawel, hier is het, joh. Komt, dit moet ik allemaal voor snel gaan afspelen als jullie niet doorlopen. Als ze bij de Boeddha moeten gaan om binnen te komen, dan moet ik daar nu uit. En ze zeggen dat deze nog een meter hoger is dan die stupa die wij in Yangon gezien hebben. Thank you, Chibani. What goes down must go up. Daar was de entree. Dus daar zijn we binnengekomen. Daar is de rivier. Alabalabalabala. Ik werd gedwongen door mijn ouders. Ik wilde niet, maar ik werd gedwongen door mijn ouders. Het is heet. Erik, maar goed te doen. Ze hebben in Pi eigenlijk maar één grote attractie, die Boeddha en die stupa. Maar het leukste is natuurlijk onderdompelen in het echte leven met Myanmarese thee, brood en erwten.
deze koekjes zijn vanmorgen in de bus. Ja. Nu zijn we klaar, nu ga je niks meer